Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer op pad met deze Touran in de sneeuw en met de noodhulpdienst samen met Mick in dit geval. Hallo Mick. Hallo. Wij zijn vandaag de 502. Positief. Ja, positief. En ja, wat gaan we doen? We gaan surveilleren, meldingen pakken en ja, binnen de roleplay reality. Shout-out in ieder geval naar RPR dat wij dat ik welkom ben bij de politie. Want normaal mag dat natuurlijk niet zomaar. Dus we gaan lekker de straat op. Voor de goede orde zal ik nog even blauw en oranje en stop en groen en... Oh, dat gaat fout. En dit doen. Helemaal goed. Ja, alles gehad inderdaad. Alles gehad toch? Achterin hadden we al gecontroleerd. We mogen hier niet naar links, dus dan gaan we naar rechts. Oh, oh, daar gaat het al bijna fout. Het is glad geloof ik, hè? Ja, ongelooflijk. Register in de Audi en ja, ja, die is niet echt te controleren, zeg maar. En de Audi, dat is altijd leuk. Maar die is ook snel. Heb je een idee, oh, excuus, om straks even bij de pier te kijken of in ieder geval bij het strand voor het evenement wat daar gaan is. Ja, daar is een of ander gek in, evenement waar mensen mogelijk onderkoeld zouden gaan raken. De BOA heeft daar de leidingen. Ja, zeker. Vanuit de ambulance stond er ook in ieder geval een eenheid, dus wij gaan dat ook even meepakken. Waar gaat het jou? Ik denk dat het weinig zin heeft om daar nu al naartoe te gaan. Die zijn dat ook nog aan de opstart. Ik weet niet wat voor een evenement het is, maar dat hebben we net in ieder geval met de briefing even gehoord. Ja, ze waren ook niet heel specifiek in. Ze zeiden ja, een winterevenement, ja, kan heel veel zijn. BOA is altijd geheimzinnig. Heel specifiek. Nee, niks tegen de BOA. Nee, zeker niet. Goeie mensen. Zeker. Heb jij nog hotspots die je normaal vaak bezoekt? Nou, het ding is, ik rij 9 van 10 keer bij de landelijke eenheid. Dus, ja, vooral voor mij altijd snelwegen. Ja. Ik probeer wel meestal, vooral nu natuurlijk wat donkerder begint te worden, het noorden even te kijken bij ja, zeg maar die hele woonboulevard. Ja. Daar even te kijken of daar ingebroken wordt. Mm. Want ja, eerder donker, dus helaas gebeurt weer veel. En het is nu al donker, dus we gaan meteen even die kant op. Maar jij bent dus normaal landelijke eenheid. Ja, zeker. Ik heb ook hiervoor een hele tijd 40 groepnummer gehad, voordat ik zeg maar teammanager was. Dus voor de noodhulp kan ik jou nog wat leren. Zeker. Nog genoeg. Nee, ik ben vanaf agent bij de landelijke eenheid gezeten dus. Ah, dan ben je dan wel gewend. Precies. Ja, vandaag zou ik ook weer met Jesly meegaan. Die ken u wel van de vorige video. De video zou ook weer ongeveer hetzelfde uitzien als die video. Nu hebben we natuurlijk de introductie gehad. Die begon... Nee, zonde. Die begon wat... toenertijd wat snel. Meteen met een melding. In de tunnel hadden we die toen... maar nu gewoon mijn introductie, daarna zullen we uiteindelijk stoppen met die introductie en gaan we langzaam over op, of dan stoppen we even de opnames en dan starten we ze weer op het moment dat we een melding krijgen. Maar? Maar, ik hoorde een maar. Nee, maar dat was iemand hierboven. Ja, in de tussentijd gaan wij natuurlijk surveilleren en de kans dat je iemand tegenkomt, hè, in de surveillance, dat is, ik denk wel klein als we daar eerlijk over mogen zijn. Het blijft ligt er wel aan. Er zijn vandaag wel 11 burgers. Dus. 11 burgers inderdaad, ja. Dus het kan zomaar zijn dat we er eentje langs zien vliegen. Het kan ook zomaar zijn dat we inderdaad iemand ergens op betrappen. Maar ik denk niet dat er zo snel een burger is die zegt van laat ik eens bij dit huis proberen in te breken met de hoop dat er een agent langs rijdt. En nee. Dan kun je denk ik nog lang wachten. Die gaat het uiteraard wel bellen. Maar het kan zomaar zijn dat hij die melding wel wil doen, is aan het doorbellen met dat wij er toevallig langs rijden. Meestal krijg je dan weer, oh nee, moet je niet negeren, negeren, ik bel nog 1-2, maar ja, zo gaat het echt natuurlijk ook niet. Dus, nee, zeg ik ze ook niet, hè? Wacht even. Nee, precies, even. Dat dacht ik toch. Ik ben vandaag gewoon vuurwapendragend, zoals de vorige keer. Dat ging supergoed, zoals jullie zagen. Mick, heb je dat gezien? Ik heb toevallig nog niet gezien, okay. Maar ik kan al uit je woorden opmaken dat het dus niet zo'n succes was. Nee, dat was zeker een succes. 5 doden. Nee, we hadden een melding van een gast met een vuurwapen. Ja. Dus ik met mijn goede gedrag, ik stap die auto uit, ik loop naar de kofferbak om dat kogel weer in vest, hè, roleplay te pakken. Ja. Zegt hij, gas, wat doe je, stap in! Dus ik helemaal in paniek, ik kon dat kogel weer in vest niet vinden, dus ik stap erin, zonder kogel weer in vest. Toen ja, zei hij, doe me wel in de auto aan, maar dat hoorde ik niet, tot hij dat zei. Dus uiteindelijk hadden we BTGV alles en iedereen had de kogel weer in vest aan, behalve ik. Maar je bent niet neergeschoten. Ik ben zeker niet neergeschoten, ik schoot op hem zelfs. Ja, heb ik laatst ook een keer gehad. Toen was ik dus ongemarkeerd. Ik reed lekker in mijn blouseje rond. En toen kwam er ineens een vuurwapenmelding. Toen dacht ik, oh ja. Ja, ik heb geen kogel weer in het vest bij.
Ja, dus dat is niet belangrijk toch? Nee, maar zorg dat jij eerder schiet dan de anderen. Ja, precies. Ik had in mijn Audi had ik geen kogelweer het vest gelegd, dus dat was even een probleempje. Onopvallende Audi dan, neem ik aan. Ja, zeker, de onopvallende Audi. Ja, de 50 even recht hebben. Voor een Prio 2'tje zou een persoon sneeuwballen tegen de ramen van het ziekenhuis aangooien. Persoon is verkleed als kerstman over, postcode 201. Ja, het is vernomen Prio 2 aanrijden te hebben. 5.2 Prio 2 aanrijden, dat is vernomen. 5.2 uit. Ja, ik heb de locatie erin gezet. Oh, kut. Ga ik al. Ik heb de locatie erin gezet, Wim. Ja, dankjewel hoor. Ja, gaan we eens kijken wat voor een boefje de kerstman nog is. Het is niet verboden lijkt me, maar het is natuurlijk niet heel raar. Of het is niet heel prettig. Heel prettig inderdaad. Maar misschien is het voor de goede orde, hè, voor de kindertjes daar. Ja, exact. Is het het Erasmus ziekenhuis of? Maar volgens mij wel. Je zou hier door ook mogen rijden. Ah ja, Prio 2. Links is, ja. Ik heb in ieder geval de route in de navigatie gezet. Ja, ik zie hem. Het zal beneden zijn, denk ik. Dat denk ik wel. Pakken we een tunnel in, dan zijn we er zo. Krijg jij ook een disco van de straatlampen of ligt er alleen? Ja, hier wel. Op deze plek wel. Oké, top. Prio 2 voor jullie kijkers is natuurlijk vrijstelling, hè. Ik heb zo'n gevoel dat we vanavond nog ergens een glijder gaan maken met de auto. Nee joh, ik ben perfecte rijder. Ja, oké. Okay. Dus wij mogen... Heb je dan ook al een keer een dienst met Jasper meegereden? Ja, maar dat is een apart geval. Zet even hem aan te plaatsen. Hier denk. Links is het dan. Ah, dat zou het moeten zijn. Ja, ik zie hem al. Heb ik geen gevonden. Goeie avond heer. Goedendag. Shit. Hey, goedendag. Oh, hij gooit de band. Ben niet zo snel. Gooi terug. Ja, ga er maar weer heen. Hey, ja, blijf eens even staan. Hey, stop eens even met gooien. Hey, meneer. Hey, luister eens even. Even kappen, vriend. En nu blijf je staan. Ik voel je bij deze om te blijven staan. Kom op. Nee. Wegwezen! Jawel, staan blijven! Nee, rot op! Ja, 5-2 aan Wim, ik zit weer in de auto. Ja, begrepen. Rot Hij op. Gaat naar boven. Kom op, staan blijven nu. Nee, rot op! Ik heb geen zin in jullie. Ja, je maakt alleen maar erger. Nee, rot op! Houd jij het even? Hij is boven nu. Ja, ik probeer snel mogelijk staan blijven, kom op! Kom rijden. Nee! Hey, anders gaan we geweld gebruiken, het is nu klaar. Zouten! Hey, waar loopt hij niet precies? Ja, de snelweg op de afrit, of ja, afrit. Snelweg, bovenaan. Kom op, staan blijven nu. Nee. Ja, ik ben onderweg, mijn auto slipt een beetje de sneeuw. Ja, boven, we zijn maar boven, we zijn niet de afrit. We rennen nu richting bouwplaats daar. Ja, ik heb nog geen zicht. Ja, da. Ja, wel. Microphone muted. Ja, stoppen nu. Blijf staan. Probeer de auto voor te zetten. Nou, tik hem maar aan hoor. Bouwterrein, let op. Hier, je weet niet wat hier onder de sneeuw ligt. Ja, let Laat op. De auto weer staan, kan niet verder het terrein oprijden. Ja, ja, nu shit. Heb ik je. Kom shit. Op. Oh, auw, kut. Ja, pakt vast, zo. Waar ben je nou? Oh, daar. Zo, naar de grond jij. Klaar nu. Microphone muted. Nee, niet verzetten, gewoon meewerken. Of we gebruiken pepperspray. Ja, ik heb Nou, hebben we de rennen ook even gehad voor vandaag? Ja, kap nou eens met die sneeuwballen, joh. Nee, rot nou gewoon op. Hé, hey, wat heeft er nou voor zin? Oké, let op, hij verzet zich nog steeds een beetje. Heb jij zijn arm? Ja, ik pak zijn arm aan. Ik wil alleen een gesprek aangaan, hoef je nog niet meteen weg te rennen, hè? Hey, luister één keer en ik hou je arm hier strakker vast, dat is een minder fijne positie. Zo, dan kun je niks meer. Hey, luister eens, wat is de reden dat jij wegrent? Hallo.
Nou, ben je doof of... Nou, dan zwijg je maar. Ik ben in ieder geval aangehouden, negeren ambtelijk bevel. Je bent niet te antwoord verplicht. Ja, nee, kom op, meewerken nu. Nogmaals, anders gebruik ik pepperspray, hè? En dat maakt mij niet uit, ik hoor los, rot op. Trek dat maskers van hem af. Ja. Daar is mee beginnen. Heb jij zijn rechterarm? Ja, wacht. Ik pak de boei. Yes, ja. Boeit links. Arm op je rug. Ik probeer hem strak vast te houden. Ja, ja. Arm op je rug, meewerken. Doe rechtsbij, wacht. Is je al gemeld aan NFC? Ja. Top. Nee, ik ben niet gemeld. Ik zal even aanvraagspraak doen. Yes. Nou, hier heeft hij ook een gezicht, hoor. Blijf nou eens gewoon van me af. Hey, geef hem eens terug. Zeetje, geef kopstoot. Hey. Hey, even rustig doen, vriend. Leg maar even plat anders. Arm op je rug, plat leggen, ja. Ik ga ook meteen even een postje bijvragen, want ik denk dat het een lange rit voor boven. Werk dan mee. Zo, heeft me wel goed geraakt. Bloedje? Nah, bloeien niet, maar. Voel hem wel. Natuurlijk, we hebben zijn hoofd in de sneeuw. Kale koppen niet te stoppen. Ja, even rust. Hoofd zit in de sneeuw. Voor u. We hebben eenmaal persoon AT voor een heer ambtelijk bevel. Ik had wel graag even deze kant in een extra postje gehad. Persoon verzet zich even tegen het vervoer over. Ja, 0502 gaan we regelen over. Ja, is vernomen, dank u wel, OC. Hey, luister vriend. Hey. Oké, er moet echt een even collega bij komen. Ja, zo, kun jij anders even zijn benen proberen klem te leggen? Heb jij zijn armen? Armen zitten in de boeien? Zit al geboeid. Hoofd in de sneeuw, pak zijn benen. Ja, ik duw zo valt de sneeuw in. Anders even een busje laten komen. Hey, ik ga even rustig doen. Hey. Extra een eentje met spoed, neem ik aan. Ja, één met toestemming lieve over. Gaan we wel regelen. Ja, de benen. Kruis de benen. En nou kun je even rustig blijven liggen. User left your channel. Ja, ik durf de auto niet hier. Volgens mij krijg je het niet naar beneden. Nee, dat moet je ook niet doen. Hier sowieso niet. Nee, ik kom vast te zitten. Hey, kameraad, luister eens. Als je nou gaat meewerken, dan kunnen we in ieder geval uit die sneeuw alvast. Nee, ik hoef jullie hulp niet. Rob, heb jij jezelf verwond hier net? Op. Dat is best wel hoog sprong geweest. En met die wat zijn dat? Stalen dingen? Ik denk dat ik straks liever ook even langs ziekenhuis ga, als ik heel eerlijk ben. Is goed. Hij heeft me wel klap gegeven. Ik heb zijn benen, gaat het nog? Ja, gaat wel, alleen een beetje duizelig, maar... Oké, als het niet gaat, dan... Gelukkig krijg ik neem ik alles over. Sukkeltje. Ja, jij kan beter even je spullen houden, jij. Sukkeltje. Wil je er ook nog beledigen beledigen ambtenaar een functie bovenop hebben, of niet? Zelfs het agentje kan zelfs niet praten, sjebig. En dat is een agent van tegenwoordige tijd. Nou, kun je ook niks meer mee, kut Wouter. Ja, dat is bij deze belediging. Komt er ook nog bij, jongen. Zo, en nou is het afgelopen, klaar? Wat we zo meteen gaan doen, we gaan jou gewoon optillen, want meelopen ga je waarschijnlijk toch niet. Ga naar ons voertuigje, wordt achterin neergezet en we gaan je naar het bureau brengen. Ook even fouilleren daar voordat we gaan. Hier heb je een masker. Ja, top. Krijg even een maskertje om, omdat je ze leuk vond om tegen mij te spugen. Stel dat je draait hoofd. Ja, let op. Kun je even zijn hoofd even stevig vast? Oh, wacht, weet ik trouwens al. Anders gaat hij spugen. Ja, let op. Ja, doe jij even een maskertje op. Blijf er eens vanaf. Gewoon de sneeuw blijf eens van mijn hoofd af. Doe even een maskertje op, Kevin. Ja. Pas op, hoor. Doe erop. Ja. Top. Oké, Wim en Kevin gaan we optillen. Op ja. Drie, oké? Ja, let op. 1, pak twee, de benen. 3. Ja. Kom op. Heb je hem? Nee, het strippelt nog tegen, wacht even. Anders pak hem gewoon bij de armen. Ja, hij wil niet sleep meewerken. Sleep hem maar mee in de sneeuw, hè. Ja, pas op, hij schopt. Ik kan hem zo niet houden. Ik laat zijn benen los, let op. Ja, go. Gewoon meetrekken aan de armen, ja, onder de armen. Ja, hand om hoofd even omhoog of naar beneden duwen. Eentje de hoofd, het hoofd, andere twee de armen. Ja, ik duw. Ja, let op, hij schopt.
Geef dat schop terug, vriend, dat wil je niet hebben, denk ik. Een knietje in je zij is misschien ook eens goed. Kan me niks schelen. Trek mee. Kom, meekomen. Als je één keer verzet, dan lig je daar weer mee kop sneeuw, is dat duidelijk? Maar zou dat wel de trap is of hier? Ach jee, kennen jullie het weer niet alleen aan jochies? Je hebt wel weinig respect, zo ben je niet opgevoed lijkt me. Ik mag jullie ook niet. Gewoon trekken, ja, gewoon trekken. Ik heb één ding groot op mijn rug staan, A-kap. All cops are bastards. Helemaal top. Even tussendoor voor jullie. Ook een keer even een berg op kijkers. Jullie vroegen mij allemaal massaal of ik user join channel, microphone on, microphone off. Uit kan zetten, maar dat kunnen dat best kan ik inzetten. Niet. Zet maar bij ons, dan zijn we met z'n tweeën. Ja, slim ja. Dat was de rechter toeran, hè? Ja. Of ik dat aan en uit kon zetten, of uit kon zetten, maar dat doe ik niet. Ik vind dat super onhandig als ik niet hoor of mijn microfoon aanstaat of niet. En of, dan is het of iemand het kanaal komt, dan weet ik of ik de opnames moet gaan starten en zo. Yes, oké, voordat je die auto in gaat. Ga jij erop klimmen zo? Ja, doe ik zo. Leg hem gewoon horizontaal, til hem maar tegen de auto. Yes, hey, we gaan eerst even fouilleren voordat we gaan rijden. Ik ga ook dat mutsje afdoen. Heb jij je scherp mutsje op vanaf zou moeten weten? Kom je vanzelf achter? Kun je vanzelf achter, alles wat we dan deze aantrekstukje nu. Kevin, pas even op als je een fouillet alsjeblieft. Ja. Zou je me niks verbazen als je nog een mes of iets bij heeft? Ja, ik heb een mes, een klein handvuurwapen. Zo, nou die heeft er wel een feest van gemaakt. Gelukkig zag ik dat mes net op tijd, dat ik het nog een beetje had kunnen ontweken. Oké, okay, maar je bij deze ook aanraden voor verboden wapenbezit. Zeg, waarom is jouw stem zo irritant? Dat weet ik niet. Is het idee om even recherche in ieder geval te vragen voor het vuurwapen? Of zul je gewoon meenemen? Ja, neem maar voor mij. Ja, okay. Kijk in ieder geval even of hij geladen is. Hey. Werk naar mij. Duwt harder tegen de auto. Kevin, wil je even kijken of hij geladen is? Waardoor ik mijn geladen auto achterin liggen. Hey vriend, doe even normaal. Geef knietje. Kom op, meewerken. Oh, lekker, lekker, ga door. Nou, dit kan toch niet helemaal. Die heeft drugs op of sowieso. Ik weet niet waar jij zo blij van wordt als we je een trap geven. Voor jou, hij is niet geladen, maar hij zit er wel kogels in. Okay. Ja, hij is niet geladen, maar er zitten wel een paar kogels in. Oké, top. Als jij dan even die in een bewijszak doet, net zoals andere spullen, en even achter ons aanrijdt. Want we maken er met toestemming zeg. Van. Dus ga ik even aanvragen zeg. In ieder geval. Kun je misschien backhouden? Hou eens even je mond dicht. Ik ga in ieder geval, weet dat, even toestemming aanvragen bij OC, want hij... Ja, we gaan alvast rijden. Ik doe die deur open. Meewerking. Ja. Yes, we leggen hem even plat in, help even mee met erin trekken. Ja, leggen. Trin. Op, trin duwen, kom op. Benen erbij. Gewoon er bovenop zetten. User joined your channel. De 0502 met een aanvraagspraak over grensgekbericht. Ja, zouden wij de verdachte met de prio 1 mogen voeren gezien hij zich redelijk agressief opstelt en blijft verzetten hebben. Bij deze toestemming over. Ja, is vernomen gaan wij met toestemming richting HB verdachte vervoeren. Ja, 20 of 502, dat is vernomen. Ja, nou rustig blijven maat. Hey, daar heb ik. 5-2, ik ga je even naar mijn bron. Ja, top, wij zijn ook onderweg naar HB. Gaat hij naar achteren? Hey vriend, hou je nou eens even rustig? Je wordt daar nog iets om hem in te sluiten. We vragen ook een eenheid erbij op het bureau. Ja, zijn er vast. Zie je die oude hier even? Ja, koop jij even? Collega. Kun je even meerijden? We hebben echt eentje die heel lastig doet. Die moeten we dadelijk even met een paar man... Ja, kom maar dan. Rij 18. Kan ook een collega, let op hè.
Daar zijn misschien nog wel wat meer op het HB. Pak even hier binnen door. Ja, is goed. Oké, ik ga dan een laatste af, als jullie even vast buiten de auto staan. Even wachten op Kevin nog. Och, kennen jullie Kevin, geen... kom jij ook via de achterkant dan? Kunnen jullie met vier even uittrekken, één iemand extra hier. Ah, je mond is even hier. Ja, ik had de auto hier snel voor me gezet, ik ga niet door. Zeg, je bent heel irritant, ja, houd je smoel. Oh, meneer, even rustig aan. Jij mag zeker je bek houden, ik mag je niet. Wel niet, met die lelijke ogen. Helemaal prima. Jij hebt wel veel haat naar politieagent, hè? Goh, denk je? Waarom heeft is dat eigenlijk? Heeft die collega geen toestemming gekregen? Niet jouw probleem. Nou wel, maar hij moet via binnen komen. Kijk, ja. Oh, dan. Okay. Hij had de auto voor staan. Oké, ik ga er eerst voorzichtig af, want dan moeten we zo snel ook die auto uit trekken. Had je toevallig vanuit binnen al gezien of er een vrije cel is waar we direct naartoe kunnen lopen? Ja. Oké, top. Nou, ik ga er nou voorzichtig af, pak jullie maar meteen vast. Ja, ik doe de deur bij deze open, let op collega's, hij schopt. Ja, ik ga er nou af. Pak zijn benen, pak zijn benen. Yes. Ja, let op, hij schopt. Ik heb zijn benen. Ja, gewoon naar buiten trekken, gewoon trekken. Ja, ik heb zijn benen beet, onder mijn armen. Nee, optillen, alles wat kan, gewoon optillen. Ja, kunnen lopen. Kop naar beneden duwen. Goed. Even rustig meekomen. Nee, blijf eens van me af. Handen al lopen, meneer. Blijf eens van me af. Zet het je schopt in de rond. Hey, let nou. Hé, hey, normaal. Je kunt ook nog steeds hier worden gepepperd, hè, even dat je het weet. Boeit me niet. Anders ga je gewoon naar de... Welk had je? Pak deze voor me. Deze voor, oké. Okay. Duwen hem in de hoek. Duwen. Ja. Hebben we een schild of zo? Ja, niet nodig. Kom op. Hé, hey, luister hoe we het gaan doen. Duwen. We gaan daar jouw handboeien afdoen en jij wacht met bewegen tot we allemaal die cel uit zijn, anders lig je binnen 10 seconden weer met je neus bevloerd. Duidelijk? Ik zal me benieuwen, maar ja, prima. Oké. Ja, oké, pak hem allemaal vast, ik doe de boeien. Ja. Oké, iedereen of in ieder geval die er nog niet niks meer te zoeken hebben vast eruit. Ja, goed. Ja. Ik heb een beet. Sluit het je erin. Goed. Klikt los. Kom jij als laatste? Ja. West van Komma. Links, los, rechts. Los, pak boeien, loop naar achter. Yo, go. Oh, ja, nu gaat het buiten, naar binnen, ja. Op slot. Goed. Ja, goed. Ja. Mooi. Yes, HOVJ komt binnen een paar uur deze kant op. Om in ieder geval even alles uit te leggen verder. Duidelijk. Hij slaat die hele cel kort klein. Zullen we zijn boeien gewoon raar geven? Ja. Denk ik wel, dat is wel anders. Hij sloopt alles, ja. Ja. Hebben we geen separeren ofzo? Ah, hier niet ben ik bang, dan moet even een, dan moet hij al direct door naar de... Ik ga hem niet weer transporteren. Ah, okay. Ja, maar dan moet hij gewoon in de gevangenisbus ofzo. Hebben we geen schild, want ik ga niet nu met hem... Ik zal even kijken. Wap, met z'n allen naar binnen. Ja, ah, wacht even, volgens mij ben ik alleen te liggen, moment. Kunnen we die van niet even van een afstandje even pepperen? Misschien dat hij dan... Ja, nou ja, als jij daar in die ruimte gaat staan en hem gaat pepperen, heb je er zelf net zoveel last van. Ja. Ik leg even schild. Ja, kijk eens alsjeblieft. Oké. We lopen gewoon met z'n allen achter het schild naar binnen. We duwen hem per direct die muur tegen. Armen spreiden. Ja, ik ik heb stokkie. Prima. Oké. Ja. Wie, jij gaat voorop met schild? Nee, kijk eens alsjeblieft. Oh. Dank je. Oké. Hey, luister vriend. Wacht even, kan nou rustig gaan doen of we gaan helpen? Hou hem in de gaten als je en niet kijkt. Kom dan, kom dan. Ja, wacht even. Kom dan. Even wachten. Als je niet kijkt en in de hoek staat, dan pak hem. Geef hem een tik met de stok en dan doe je snel om. Kom. Duw tegen de muur. Oh, let op jongens. Ja. Let op. Ja, vast. Tegen de muur. Pak hem beet. Ik heb pak een arm. Overal. Ik heb hem naar achter. Ik heb zo'n arm. Klauwen naar achter. Duw het schild volledig tegen persoon. Ja, snel de boeien om. Ja. Boei. Ja, pak zijn andere arm vast. Kan je, lukt dat? Ja, ik heb hem. Die boeien gaan af als jij je weer kunt gedragen. Duidelijk. Let op, hij schopt weer. Ja, laat maar, we gaan eruit. Kan ook toch niet van eruit. Goed. En los. Godver, blijf toch van me af. Jullie vieze vuile. Oh nee, mijn muts ligt nog binnen. Ja, laat maar. Ja, dat zou ik van niet. Of wie,
Er zijn wel genoeg. Kom nou. Nou, dat is ook weer een avontuur geweest, jongens. Jongen. In ieder geval, heel erg bedankt voor het helpen, want dat hadden wij met z'n tweeën niet gekund. Nou. Nou, ik denk er zeker van niet. Hadden wij wel. Jullie kunnen veel, maar zoveel. Hadden we dit gewild? Nee, denk ik. Nee. Nou, laat hem maar liggen die... En als hij over een half uur nog niet... als hij over een half uur nog zo is, dan vragen we een ambulance en dan krijgt hij spuit. Yes, ja, ik heb vast de zit erop gedaan hoor. Yes. Dan ga ik even kijken wat hij met de auto heeft gedaan, of die nog heel is en of die niet schoon moet worden gemaakt. Los. Nee. Best wel, maak wel los. Ja, komt goed. Nou ja, niet los, geen melding, heel simpel. Ik moet wel zeggen, en ik weet niet of ik dat ook al tegen de kijkers heb gezegd, wat ik zo jammer vind aan GTA, je kunt niet, kijk, je kunt alleen maar zeggen en typen. Je kunt niet daadwerkelijk hem vloeren en niet daadwerkelijk hem vastpakken. Nee, en... er is wel een nieuw iets als het goed is, wat ik half gehoord heb. Als je een wapenstok in je hand hebt, kun je wel iemand vloeren. Ja, je kunt ook als het goed is, shift G in bepaalde servers. En dan pak je iemand beet en dan vloer je hem inderdaad. En dan leg je hem op de grond en dan kan die persoon een paar seconden niks. En dan kun jij in die tijd kuffen. Alleen, wat ik nu echt bedoel is dat je nu echt gewoon... je zat met hem te stoeien, maar je zit eigenlijk gewoon een beetje dom op hem. En te typen en te zeggen. En dat vind ik, ja, dat is jammer. Dat lijkt me in het echt wel leuk om dan een keer te doen. Maar aan de andere kant is het wel aan GTA bijvoorbeeld achtervolging of zo. Die vind ik dan wel ook weer serieus leuk. Omdat je dan ben je wel echt bezig. Dus dan ben je echt wel minder aan het typen. Dat klopt. We gaan trouwens even naar de pier anders. Ja, goed idee. We zijn dan weer een uur verder. Als oh ja, echt. Als de OCE. 0502 met de Citra. Ja, positief. Eenmaal AT-persoon is eindelijk rustig ingesloten, heeft wel zijn boeien nog om. Dus dat is even om aan de collega's bij het HB om te kijken wanneer die weer rustig is. En verder staat iedereen weer op een staartsteen over. Ja, voor nou beslep ik jullie weer terug op. Ja, dank u wel over. Nee, ja, oh ja, twee. Krijgen we weer een pas op, hij zit achter oh, daar komt hij, oh shit!